Vandaag in de vlog. Wat een leuk leven is dit eigenlijk. Wat heb ik het fijn. En wat ik ook heel vaak gebruik is een transparante kleur. Een transparante kleur? Ja, het is, het is wel een kleur, maar hij is doorzichtig. Dus ik liep zo. Kom maar. Hé, hey, Boesje. We hadden dat allemaal gezien. Ik ging echt een beetje dood van binnen. Goedemorgen. Volgens mij wordt het een hele mooie dag. Gisteren was eigenlijk ook een hele leuke dag. Terwijl ik dacht eigenlijk, toen ik wakker werd gisteren, dacht ik meteen al, ik voelde gewoon aan alles. Dit wordt een dag waarop ik niks ga doen. Tenminste, ik ga er niet uit. Ik ga niet naar buiten. Ik ga niemand zien. Ik ga gewoon lekker, ja, niet meteen douchen. Terwijl mijn afspraak met mezelf is, eigenlijk moet ik meteen douchen als ik uit bed ga. Gewoon lekker mijn joggingbroek aangetrokken en mijn oude capuchon trui. Ik ben zo lekker op de bank gaan zitten en Ronja de Roversdochter gaan kijken. Nieuwe serie op Netflix. Is heel erg mooi en nostalgisch ook wel als je er mee bent opgegroeid natuurlijk. En super, ja, heel mooi, maar ook heel spannend. Ik was even vergeten hoe eng die vogelheksen zijn van Ronja de Roversdochter. Oh. Toen ben ik aan het werk gegaan, lekker zitten werken, ging ook hartstikke goed. En toen stuurde Doak, die is op vakantie in Thailand, stuurde een foto van dat hij ergens aan het eten is. En er was een soort barbecue tentje met allemaal heel lekkere worsten. En toen dacht ik, oh, daar heb ik zin in, worst. Nou, toch maar even gedoucht. Maar niet mijn haar gedaan. Wel iets anders dan mijn joggingbroek aangedaan. Naar de supermarkt gelopen en lekker worst gekocht en lekker brood gekocht en lekker staan bakken en lekker mee geluncht. Nou, het was inmiddels een €4, geloof ik. Dus het was een soort avondeten, lunchen. Waarom is daar geen woord voor eigenlijk? Dat eet ik zo vaak, zo dat je heel laat luncht, maar dat het toch net nog geen diner is. Je hebt toch breakfast en lunch, brunch. Maar wat is dan lunch en diner? Luncher? Lunay? Ja, is daar een woord voor? Het zou wel moeten. Toen dacht ik ga vanavond gewoon lekker nog even mijn video afmaken en lekker op de bank liggen, misschien nog een wandelingetje maken. En dan heerlijk naar bed. Maar toen kreeg ik een appje van een vriend, Ingomar, die je wel eens hebt gezien in mijn video's. Hey, wat ben jij aan het uitspoken? Zei hij. Ik voelde me meteen betrapt. Hoezo? Wat zie jij mij? Niks. Hoezo? Wil je wat doen? Ja, is goed. Heb je een idee? Nee. Cocktails drinken? Cocktails drinken. Dus toen hebben we in Utrecht afgesproken. Toen gingen we naar een heel leuke cocktailbar. Ik ben even vergeten hoe die heette. Het was heel donker en knus en klein en wel vrij lawaaiig. Het was een woordspeling met iets met. Het zat bij de oude gevangenis. Waar ook zo'n restaurant zit. Waar Dr. Bram zijn promotiefeest was. Behind Bars heette de cocktailbar. Ja, bar, behind bars, gevangenis. Ja, echt een leuk plekje. En heel veel lekkere cocktails. Ik had eerst een Singapore Sling. Altijd goed. En toen ik ben de naam vergeten, maar iets exotisch met wat een beetje naar kokos smaakte. Was erg lekker, maar na twee cocktails, poeh, ik voelde hem wel zitten. Zeker omdat ik dus niet echt had gegeten. Alleen gelineerd. En het was daar heel lawaaiig. Ik weet niet of het aan mijn, ja, misschien lag het aan mijn overgevoeligheid. Maar er zaten daar heel veel mannen vooral, heel hard te praten. Op een gegeven moment moest ik naar de wc. Er stond er een rij voor de mannen wc. Nou, dat is normaal nooit. Dus ik ging ook gewoon naar de vrouwenwc. Want er waren helemaal geen vrouwen. En het was geen gaybar. Het was gewoon een normale mensenbar. Dus toen zei ik, zullen we hier weg? Want ik kan het lawaai even niet meer aan. Ik wilde zo graag even buiten zijn. Iedere keer als iemand binnenkwam en de deur stond even open, dacht ik, ah, lekker, frisse lucht. We hebben een beetje door de stad gewandeld. En het was heel grappig dat alle terrassen zaten overal helemaal vol. Echt stampvol. Terwijl gisteren was het nog helemaal niet zo'n mooie dag. Helemaal niet zo warm. Of het was wel een zachte avond, zou je kunnen zeggen. Maar echt geen terrassen weer. Mijn theorie was dat omdat mensen wisten dat vandaag die ene hele warme zaterdag in april zou worden. Het wordt vandaag 24 graden. En iedereen heeft het daar al de hele week over. Dat mensen waren zich al een beetje soort psychologisch aan het voorbereiden op een lekkere warme dag. We gaan nu vast op het terras zitten, want morgen wordt het een mooie dag. Heel grappig. Ja, we kwamen uit bij Café Kalf. Wel een gay café. Tegenover de Body Talk, waar Ingomar en ik elkaar hebben ontmoet ooit. Daar bestelden we een lekkere amaretto sour. Ja, ik dacht, ik kan nu geen bier of wijn gaan drinken na al deze lekkere cocktails. Ja, ik had misschien een spa rood kunnen drinken. Dat was wel beter geweest. Maar amaretto sour, heerlijke cocktail. Alleen in het café en buiten het café was het ook super druk. En ik trok het gewoon even niet meer. Dus zijn we ietsjes verder gelopen, stiekem met onze glazen. En toen heb je daar al die werfkelders in Utrecht langs de gracht. Zijn we lekker beneden op zo'n trappetje gaan zitten. En hebben we daar lekker in de stilte en de koelte
En lekker zitten kletsen en onze drankjes gedronken. En het voelde heel erg, ja, ook al was het dus niet zo warm, het voelde heel erg soort zomeravondachtig. Dus dat was heel erg leuk. En het was 12 uur, toen dacht ik, volgens mij moet ik gewoon weer naar bed. Ik ga namelijk vandaag naar mijn ouders. Ik dacht, kan ik nou nog enigszins fris aan tafel zitten? Dus ik pakte weer de trein terug naar Hilversum. En dan lag ik toch wel rond 1 uur, soort van op tijd in bed. En toen dacht ik zo, wat een leuk leven is dit eigenlijk. Wat heb ik het fijn. Gisteren was ik met Linda lekker uit eten. Een paar dagen daarvoor had ik een date die geen date was, die super leuk was. En vanavond zat ik zo helemaal spontaan met een heerlijke cocktail en heel leuk gezelschap aan de gracht in Utrecht. Wat willen mensen nog meer? Dus het was een heel fijne, ja, soort fijne realisatie dat ik dacht, ja, leuk leven. En vandaag ga ik naar mijn ouders. Eigenlijk ook heel leuk. En wat ook leuk is, het wordt vandaag extreem warm voor een dag in april. Het wordt 24 graden. Dus ik weet eigenlijk niet of dat zo ongebruikelijk is, maar gisteren was het nog best wel fris. Eergisteren regende het de hele dag. De dag daarvoor ook, de dag daarvoor ook. Dus het is toch op zijn minst opvallend te noemen dat het vandaag 24 graden wordt. Ik was me net aan het aankleden en ik dacht, 24 graden? Dan moet ik een korte broek aan. Dus ik heb ook nog geen broek aangetrokken, want ik ging er nog even over nadenken. Al mijn korte broeken zitten volgens mij hier. Ah ja, die is leeg. Hier zit mijn korte broek. Ik kan helemaal in het zwart gaan. Ja. Oh, achterstevoren. Huh? Het label zit aan de voorkant. Dat zie ik niet vaak. Mooi. Hoe lang mag deze eigenlijk blijven hangen? Is er een soort drie koningen voor Pasen? Pinkster? Nee, is wel heel ver weg. Hemelvaart? Ik vind hem zo gezellig. Hij mag er even blijven. Oversteken zonder te kijken is ongekend. Dit wordt ook interessant. Veel mensen weten niet dat dit een fietspad is. Nou, zij wel. Geef toe dat ik een beetje hard ga. Mooi is het, zeg. Hallo. Oeps. Lente, hè? Zei je? Lente. Lente. Dat lente in de ogen van de tandartsassistent. Dit is zomer. Ik heb een korte broek aan. Je hebt een korte broek aan? Nou, dat gaat zeggen. De oude pers, hè? Ja. Ik ben bij mijn ouders in Hilversum. Ik ben bij mijn ouders in Amersfoort. Eigenlijk om mijn moeder te helpen met haar website updaten. Nieuwe schilderijen erop, nieuwe exposities erop. Eentje was verkocht. En dit is het atelier van mijn moeder. Maar
ben je momenteel mee aan het werk? Ja, ik ben even gestopt met grote schilderijen maken. Ik heb 2 cadeautjes gemaakt. 2 hele kleine huisjes. Hele kleine. Maar die zijn helaas niet te koop. Die zijn niet te koop, die zijn op vergeven. Ja. Omdat ik toch wel wil schilderen, maar geen schilderij wil maken, ben ik een doosje aan het maken. Oh. En daar komt dan iets in, zoals ongeveer hier. Kijk, dit is het Dante-doosje. Halverwege mijn leven bevond ik mij in een donker woud. Oh ja. En dat doe je dan open en dan zie je iemand in een donker woud. Mooi. Dan heb ik ooit nog aan een pornofestival meegedaan. Dat was een grap, was een grap. Dan heb ik een bordeel gemaakt. Oh ja. Goh, was ik vergeten, ja. Ja. En ook nog de wallen. Oh. Dan staat een mannetje te pissen voor de lantaarnpaal. Maar dat is voor de afwisseling eigenlijk? Ja, dat is ter afwisseling. En om even wat nieuwe ideeën op te doen. Ja. Maar er staat hier nog wel het een en ander. Ja, dat is net het een en ander terug uit de galerie. Oh ja, want je had net een expositie. Ik had net de expositie in Emmen, ja. En wat is de volgende? De volgende is de expositie in Hezen. Galerie de Kliel. Waar is dat? Hezen is in Brabant, vlakbij Oosterwijk. En dat is een hele erg mooie galerie. Echt heel chic en prachtig ingericht allemaal. En hele aardige galeriehouder. Stuk. Hoeveel gaat daar van jou aan? Een stuk of 6 tot 7, 8 of zoiets. Oh. Ja, er hangen wat kleine en wat grote dingen. Als de mensen daar naartoe willen, dan... Ja, dan moet je naar Hezen. Ja. Het is een prachtige omgeving trouwens, dus goed toeven. En de informatie staat op je website. Ja. Vanaf vandaag. Ja, vanaf vandaag. Dankjewel, Bram. Ja, nou, en hier zit je dus normaal gesproken te werken. Ja. Wat is dat? Dat is mijn zeep om de olieverf van de penselen af te halen. Wat is je favoriete kleur? Favoriete kleur? Nou, wat... Ja, ik vind het heel erg fijn om oranje te gebruiken. Maar dat wordt dan nooit oranje. Maar dat doe ik altijd over andere kleuren heen. Dus oranje over paars. Het wordt een heel mooi bruin bijvoorbeeld. Ah. En wat ik ook heel vaak gebruik is een transparante kleur. Een transparante kleur? Ja, het is wel een kleur, maar hij is doorzichtig. Italiaanse bruin-roze lak. Een beetje bruin-roze. Oh. En als je dat over een andere kleur heen doet, bijvoorbeeld over geel, dan wordt het een heel mooie, diepe, bruinachtige, gele kleur. En welke is het vaakste op? Deze niet. Die is al ongelooflijk. Die gaat al een tijdje mee, Die is echt heel erg oud. Maar wit gebruik ik nogal. Oh ja, natuurlijk bij alles. Ja. En waar ik ook heel erg van houd, is deze purple, violette kleur. Daar kan je ook prachtige andere kleuren mee maken door ze te mengen. Nou, jokerijnenveen.nl dus. Het is ook een ander merk geloof ik inmiddels. Oh, is het alcoholvrij, nee toch? Nee, dat zou er wel in duidelijk op staan toch? Ja, nee, goed. Maar we zijn wel al een jaar niet meer houdbaar. 19 maart 2023. Ja, noem maar een wijntje anders. Aan.
Ik ben weer thuis. Het is nog steeds erg warm. En het is nog steeds licht. Het is nu 7:15. Dus ik dacht, misschien kan ik wel even nog naar buiten, naar mijn bos, naar mijn veldje. Daar kom ik altijd het allerliefst in de zomer als het graanveld, het tarweveld er is en de mais begint te groeien. Maar ja, dat is er allemaal nog niet. Maar ik dacht, misschien is er toch al een beetje die zomerse vibe. Vibe, die zomerse sfeer. Ik probeer een beetje van het woord vibe af te komen, jongens. Maar het valt niet mee. En ook al is het 7:15, ik heb nog helemaal geen trek. Ik ben helemaal volgestopt bij mijn ouders met chips en kaas en croissants en worstenbroodjes en koffie en wijn. En ja, het was erg lekker. En heel erg gezellig. En het was zo chill om daar in die tuin te zitten. Oh. Het was niet echt zonnig, het was heel bewolkt. Mijn vader zei dat het kwam door het Sahara-zand wat overwaaide. Maar ik hoop dat ik desondanks een klein beetje alvast ben voorgebruind, voorgebakken voor als de zomer echt komt. Toen ik net nog rechtop stond, toen leek het een hele kleine stap om eventjes naar het bos te lopen. Nu ik hier op de bank zit, voelt het in één keer als een hele grote stap. One giant leap for Bramkind. Oké, ik ga. Het antwoord op de vraag, is er al een beetje een zomerse vibe op mijn veldje, is nee. Het is allemaal nog groen. Kijk, hier komt dan heel mooi zo bruine graan en daar komt dan heel mooi die enorme mais. Maar hebben ze het wel gezaaid dit jaar? Of kan dat nog? Gaat het nu pas gebeuren? Kan je natuurlijk pas doen als het niet meer gaat vriezen. Oh, geen flauw idee. Ik hoop dat het hier in juni, juli, augustus weer heel erg mooi gaat worden. Maar het is ook gewoon, ja, het is zo bewolkt. Op beeld lijkt het gewoon, ja, lijkt het gewoon heel herfstig. Maar het is dus 24 graden. Nou, het zal inmiddels 20 zijn, denk ik. Ja, wel echt nog steeds heel lekker warm. Maar echt die lekkere zomeravondsfeer en vooral, ja, vooral visueel is het er nog niet helemaal. Nee, er moet nog even aan gewerkt worden door moeder natuur. Beetje raar licht wel, toch? Op beeld lijkt het zelfs een beetje roze, maar ja, hier is het ook wel een soort geel en roze tegelijk. Een soort van onheilspellend. Verder is het wel lekker rustig in het bos. Ik weet niet wat iedereen is gaan doen vandaag. Volgens mij, ik las wel veel mensen die zeiden, oh, ga gelijk naar het strand. Ja, kan natuurlijk best, met 25 graden. Ja, er was niet veel zon. Ik liep net terug van het huis van mijn ouders naar het station. En ik kwam een hele leuke kat tegen, zo'n schildpad, zo'n zwart-rood gevlekte kat. Hele echte knapperd. En sowieso aai ik natuurlijk altijd alle katten die ik tegenkom. Maar zeker omdat ik op Instagram, voor wie dat niet weet, op mijn Instagram heb ik in mijn story een soort serie die heet Wil deze poes geaaid? Dit is mijn Instagram, Bram de Wijs, met twee S'en. Altijd als ik een poes tegenkom, dan maak ik zo'n foto. Dus hier dus eerst een foto van een poes. En dan is er een poll waarop je kan stemmen. Wil deze poes geaaid? Je kan eigenlijk voorspellen, als je kijkt naar die kat, wat denk je, wil die geaaid of niet? En dan in de volgende story zie je dat ik hem benader en of die geaaid wil worden. Het is zeer spannend altijd. Nee, de meesten willen eigenlijk altijd wel geaaid. Zo ook deze schildpad die ik tegenkwam in Amersfoort. Maar daarna kwam ik een poes tegen. Die zat helemaal bij de oever van de gracht. En ik liep er zo'n beetje naartoe. Ja, het is altijd heel gênant. Meestal haak ik ook het geluid weg bij die stories. Want ik zit dan zo. Kom maar poes. Hey poesje, kom maar. Oh, ben jij knapperd. Zo zit ik helemaal. Dus ik liep zo. Een beetje zo. Kom maar. Hey poesje. Zo liep ik naar die kat toe. En meestal voordat ik dat ga doen, kijk ik toch wel eventjes zo om me heen van, zijn er geen mensen in de buurt die dit gaan gadeslaan? En dat deed ik nu ook, maar ja, de kat wilde niet geaaid. Hij bleef bij de oever zitten. En ik liep nog een beetje zo heen en weer. Ik maakte nog even een foto ervan.
En toen liep ik terug en toen hoorde ik ineens door mijn muziek heen... Joehoe, hallo! En ik dacht ook dat ik mijn naam hoorde, dat iemand Bram riep. En toen zag ik in één keer, keek ik om en zag ik gewoon dat daar een heel groepje oudere dames... Ja, die zaten daar soort van te picknicken of zo. Die hadden dus helemaal mij horen aankomen. Poesje, kom dan. En toen foto's zien maken, filmpjes maken. En weer terug weglopen en toch nog even teruglopen. Nog een keer proberen. Die hadden dat allemaal gezien. En ik ging echt een beetje dood van binnen. Maar goed, die dames die probeerden dus mijn aandacht te krijgen. Ja, het was ook een beetje raar hoe ik daar liep natuurlijk. Ze vroegen zo, zoek je iets? Ja, ik dacht, ik kan maar gewoon het beste eerlijk zijn. Zeg, nee, ja, ik wilde die kat aaien, maar hij had geen interesse. Ja, het klonk echt als een slechte smoes. En toen zei een van die vrouwen iets van... Ja, ik verstond het niet helemaal. Ik had nog steeds mijn AirPods half in. Maar die zei iets wat volgens mij een soort ongepaste toespeling op... Nee, die poes niet, of zo. Dat doen wij dus niet meer, mevrouw, in 2024. Nee, kan wel wat hebben. Zeker van oudere dames. Maar daar heb ik dan helaas weer geen interesse in. Inmiddels begin ik een klein beetje trek te krijgen. Dus ik ga naar huis... De supermarkt is al dicht, dus wat zal ik eten? Ik heb nog een worst van gisteren. Ik heb ook nog een lekkere pizza. Diepvriespizza, maar wel echt een lekkere. Ik beslis het straks. Ik heb ook helemaal geen snacks in huis. Maar ja, dat is ook wel een beetje bewust. Maar als ik vanavond de Belgische Mol wil kijken, dan moet ik daar toch iets te snacken bij hebben. Anders dan, kan ik geen tv kijken zonder iets te snacken. Slechte combinatie, slechte gewoonte, maar... Ja. Het is een aardappelpuree geworden met champignons, prei en rode kool en een kattenhaar. Hoe is het mogelijk? En worst en een beetje wijn. En augurk. Wat een heerlijke maaltijd. Heel lekker. Met een beetje veel jus. Een soort aardappelpuree soep. Eten was lekker. Toen heb ik nog even allemaal stomme tv-programma's zitten kijken. God, heb je al die mooie dingen op Netflix en NPO en Amazon Prime heb ik. HBO Max heb ik. Daar allemaal helemaal schil aan al die abonnementen. Ik kan allemaal leuke dingen op YouTube kijken. En wat ga ik zitten kijken? De Real Life Soap van Frans Bauer. Godverdomme. Oh. Ja, jezus mina. Wat was dat slecht? Ik ben geen poes. En toen heb ik nog even geprobeerd te werken, want ik wil graag mijn video van maandag alvast af hebben. Want morgen ga ik iets heel leuks doen. Ik zeg nog niet wat, maar neem je zwembroek mee. Maar ik kom niet meer thuis voordat het maandag is, als ik morgen vertrek. Dus, maar goed, het lukte even niet. Ik ben gewoon helemaal, op, helemaal gaar. Vannacht vrij slecht en kort geslapen. Dus mijn plan is nu om gewoon morgen vroeg op te staan. Even werken, spullen pakken en op pad. Dat wordt vast een leuke dag. Dus hopelijk ben jij er ook weer bij. Kijk maar even. Nu komen hier ook weer mensen aan, dus ik ga snel opstaan en net doen alsof dit niet gebeurd is.